Nou, ik geloof niet echt in signature dishes eigenlijk. Ik denk dat je daarin vasthaakt. Ik geloof juist in de evolutie. Dus soms zijn er dingen die je heel mooi vindt. Maar ik denk dat mijn signature echt ligt in het vieren van de ingrediënten van Zuidelijk Afrika. Nee, ik merk ook als ik dat zeg, dan blijft iedereen aan hangen. Ja. Ja. En de dingen moeten niet te lang... Soms staat er best 2 of 2,5, 3 jaar iets op de kaart. Hè? En dan opeens dan heb ik er, dankjewel, genoeg van. En dan denk ik zo, nu heb ik er, dan ben ik ook helemaal klaar mee. Dan moet het ook weg. En ineens dan is het op en dan is het, moet het weg. Waanzinnig. Het is echt een soort droom. Want ja, je bent natuurlijk, als kok ben je heel erg bezig met de rest van de wereld ook. Hè? En de helden, en je culinaire helden en... Ineens stonden wij op een lijst met de culinaire helden. En die behandelden mij hetzelfde zoals ik tegenover hun stond. Met respect en dacht... En dat was heel bijzonder. Dat is echt van die momenten op jezelf even wil knijpen. Zo van, waar ben ik nu? En het doet natuurlijk ook veel voor je business en voor jezelf. Ja, we hebben dat 8 jaar achter elkaar, zijn we op die lijst in de 50. We zitten nu buiten de 50. Maar ja, dat is ook, weet je, dat is ook een lijst om daarin te blijven. Is natuurlijk, er zijn zoveel restaurants in de wereld. Maar doordat je elk jaar toch weer terugkomt, maak je natuurlijk hele speciale vrienden met al die koks. En ja, dat vind ik zeer bijzonder. Ze zijn er wel hoor. Maar ik denk ook, ik weet ook niet of de vrouwelijke topchefs ook echt dat limelight opzoeken. Ja, en ik denk echt, dat is gewoon, op een gegeven moment worden veel vrouwen moeder. En dan veranderde iets. En het is ook zwaar dan. Het is niet omdat we het niet kunnen, denk ik. Ik denk niet dat we het lichamelijk niet aankunnen als vrouw. Of dat mannen dat beter kunnen. Maar ik denk dat het toch anders is met mannen als je kinderen hebt dan vrouwen die kinderen hebben. Ik woon dichtbij, dus ik kan elk moment kan ik even naar huis. Ik eet altijd thuis. Ik heb goede backup. Ik heb op mijn werk goede backup. Ik heb thuis goede backup. Weet je, dus op die manier kan ik het doen. Maar ik denk dat dat een groot verschil is. Toch. Al willen we dat niet toegeven. Ik ben moeder in dit vak, dus het, nou, zo zit het bij mij. En ik merk ook dat Thomas vaak zegt om 7 uur... Are you going to work tonight? Zeg, maar dat doe ik al gewoon jaren. Dat doe ik al jaren. Je weet dat ik op zondag en maandag niet werk. En, weet je, vindt het niet leuk. Maar hij loopt heel makkelijk mijn keuken binnen en vermaakt zich. Hoe meer het verschil benadrukt, hoe groter het verschil wordt. Weet je, ik ben er niet zo uitgesproken over dat vrouwen dit beter doen en mannen dat beter. Ik denk, we doen allemaal ons ding. En ik weet het niet hoe het is als man. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Nog nooit de kans gekregen om dat te doen. Ik vind soms dat ik hard moet vechten voor dingen of voor respect. Minder nu, omdat ik denk dat ik het wel heb nu. Maar ik moest wel hard vechten. Ja. Dat denk je dan, maar misschien is dat niet zo. Nou, je moet tough zijn, ja. Nou, mannen dingen weet ik niet, maar ik denk dat je moet niet bang zijn. En je moet niet op je bekken gevallen zijn, denk ik. Maar ik ken ook mannelijke chefs die verlegen zijn en die stiller zijn. Ja, het is allemaal, weet je, als je bovenaan staat, moet je ervoor vechten. Maar ik heb dat nooit zo, daar doe ik het niet voor, hè? Omdat ik nummer 1 wil zijn. Dat heb ik dus niet. Ik moet de beste, we moeten nummer 1. Dat heb ik helemaal niet. Ik vind veel meer dat wij hier dit doen, hè? Dus dit moeten we beter doen. En dit moeten we, hoe doen we dit het allerbeste? En hoe klopt het? En heel erg nadenken over wat je doet. En dan wordt dat dus kennelijk herkend. En dan krijg je de erkenning. En dat is natuurlijk geweldig. Dan denk je, wauw. Maar dan schept weer verwachting en dan moet je daar blijven. Dus dan zit je toch in dat molentje. Maar ik weet niet.
Je moet taf zijn, denk ik. En of je dan man of vrouw bent, weet ik niet. Ja, ik kan ook niet. Ik werd ook wel eens gevraagd, kan je eens wat vervelende verhalen vertellen als vrouw in de keuken? En die heb ik niet. Ik ben niet door mannen in een mannenkeuken als vrouw de rare verhalen. Ja of nee. Nee. Maar in Zuid-Afrika werken veel vrouwen. Vrouwen werken heel veel. Dus ik denk dat de cultuur ook anders is. Qua werken en qua vrouwen. We hebben geen Michelin. Nee. Heb je dat gemist? Nee, totaal niet. Als ik dat mag zeggen. Maar dat is ook omdat ik het er niet voor doe. Hè. Ik kook niet omdat ik een ster wil. Ik kook niet omdat ik in de top 50 wil zitten. Ik kook niet omdat ik nummer 1 wil zijn. Maar soms vind ik het lastig, die druk. Omdat men daar buiten denkt dat je dat wel doet en dat verwacht. Als je dus dit jaar nummer 1 bent, dan denk je dat je dat volgend jaar ook weer... En als je dat dan niet bent, weet je, dat ik denk dan, ja, ik weet wat we doen. Dus ik denk dat Michelin weer een druk... Er is wel sprake van geweest, hè, vorig jaar, dat ze zouden komen en het gaat beginnen. En ik weet niet, misschien is het als je jonger bent en het begint allemaal, dan is het misschien wel heel gaaf. Ja. Ik denk, ja, wil ik nou ook weer met die sterren aan de gang? Maar dat betekent niet dat ik het nooit ga doen, hè? Dus, maar ik heb die plannen niet. Nee. Dat betekent niet dat ik het niet wil of dat ik... helemaal niet, maar ik ben gelukkig. En zolang ik gelukkig ben, blijf ik lekker waar ik ben. Ik vind het leuk hier, hoor. Ik had wel... in oktober heb ik in Eindhoven gekookt. En toen vond ik het heel leuk met allemaal koks ook. Net als hier vind ik het zo leuk. En dan... wat ik ook probeerde uit te leggen, want dit is mijn stam, hè. Dat ik wilde, ik zou wel in de zomer, best wel eens 3 maanden, gewoon hier ook, maar dan in een appartement, niet bij familie thuis. Maar dat je echt even weer leeft hier en kijk hoe dat voelt. En voor mijn zoontje vind ik ook, hij spreekt goed Nederlands. Misschien een paar weken hier naar school. Dat zou ik best leuk vinden, om te proberen weer eens. En weer even het Nederlandse leven mee te pikken. Ja, dat is zo overal, denk ik. Ik denk dat alles van natuurlijk ingrediënten, hè, dat is nogal logisch. Maar ook het licht en nostalgie. Als ik dan hier ben en nu natuurlijk ook met de kunst. En, weet je, ik denk dat het overal, er zit overal inspiratie. Het is niet dat je denkt, oh, ik moet dit doen of ik ga dat doen en dan raak ik weer geïnspireerd. Ik heb gewoon vooral stille momenten nodig. Voor inspiratie. En soms dan kom je daar niet, hè. Dan is het alleen maar door push. En dan sta je 's ochtends onder de douche en dan ineens heb je zo'n stil momentje en dan denk je, hey. En het gebeurt vaak onder de douche. Want dan word je niet gestoord en dan is er even niks. En verhalen. En soms begint het met 1 ingrediënt en dan ga je dan op zoek naar waar het vandaan kwam. En daar zitten vaak hele mooie dingen, verhalen bij, die je dan kan omtoveren in een gerecht. Ik vind Alex Atala geweldig in Brazilië. Die heb ik al voordat hij een rockstar werd, heb ik die ontmoet. Ik heb daar al flink veel keren gegeten in São Paulo. En wat hij doet met Brazilië is wat ik eigenlijk doe met Zuid-Afrika. Dus hij heeft ook een farm in de Amazon. En haalt die dingen vandaan. En die zet hij op de kaart. En ik vind de Aziëse keuken heel erg lekker. Oh, daar kan ik heerlijk. Dat vind ik geweldig van. Maar in Brazilië, dan ga je naar het is hetzelfde als Zuid-Afrika. Er zijn dingen die je nog nooit van je leven hebt gezien. En veel. Als je ook naar de markt gaat, dan liggen dingen. En fruit, vruchten. Het is waanzinnig. Het is heel gaaf.